Hoi en leuk dat je kijkt naar Paardenpraat V. Afgelopen weekend heb ik een rondleiding gehad hier bij ons op stal. Als je dat niet weet, als je lid bent van onze fanclub, dan doen we 6 keer per jaar een rondleiding bij mij of bij Brit. En dan doen we loting en dan worden er mensen uitgenodigd. En dan vraag ik altijd, want dat is een van de enige momenten dat ik jullie als kijkers echt zie. Dus dan vraag ik altijd, wat voor video's zou je graag willen zien? En toen was er iemand die zei, je moet een video maken van je paard bepaalt je dag. En toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel een heel erg leuk idee. Dus ik ga dat vandaag doen. En Parino gaat vandaag zijn eigen dag bepalen. Dat is ook de reden dat hij hier helemaal alleen staat. Hij is heel boos, want hij is helemaal alleen. Alle andere paarden zijn allemaal buiten of in de stapmolen. En Parino moest even wachten, want hij moet zelf kiezen. Of hij naar buiten gaat, of in de stapmolen, of in de paddock. En hij moet gewoon zelf kiezen. Dus ja, dat gaan we doen. Hij is zo niet onder de indruk dat hij hier alleen is. Parino heeft vandaag 4 activiteiten op de planning staan en hij mag over 5 dingen beslissen. En wat ik heb gedaan is dat ik van elke keuze heb ik alle opties op blaadjes geschreven. En sommige vragen hebben 2 keuzes en andere hebben 3 keuzes. En die heb ik hier op de bakrand gelegd met snoepjes erbij. En ik ga hem zo meteen halen en dan laat ik hem los. En dan laat ik hem zelf uitzoeken dat dit hier ligt. Dit is de allereerste vraag. Hij gaat straks als eerste even naar buiten en hij moet kiezen of hij in de wei wil of dat hij in de paddock wil. Trouwens, altijd als er iets in beeld komt waar ik op geschreven heb, dan zeggen mensen altijd, oh, je schrijft nog aan elkaar. Ja, ik kan ook niks anders. Ik kan alleen maar aan elkaar schrijven zoals je dat vroeger deed op school. Kom maar, jongen. Goed zo. En gaat hij in de bak. Ja, daar gaat hij. Hij zal wel eerst gaan rollen, want dat mag helemaal niet van mijn vader. Maakt niet uit. Ga maar kijken wat er is. Goed in de gaten houden dat we... Hij ziet het nog niet, hij staat daar. Ziet hij het nu? Ziet hij het? Nee, hij ziet het niet. Hij staat ernaast. Jawel, hij ziet het. Ziet hij het? Nee, hij ziet het niet. Ziet hij het dan wel of ziet hij het niet? Ja. Ah, hij kiest voor de paddock. Oh, wie in de paddock vandaag, jongen? Dus we gaan hem in de paddock zetten. Bij deze vraag hoort ook nog iets anders. Want het is best wel warm weer en er zijn heel veel insecten. Dus wil ik aan Parino vragen of hij een vliegendeken op wil. Vliegendeken. Of dat hij vliegenspray op wil. Vliegenspray. Zo. Vliegendeken, vliegenspray. Niet te ver uit elkaar. Snoepje. Hij staat nog steeds daar in de hoek. Maar de deur staat daar ook open. Dus misschien dat hij naar buiten aan het kijken is. Maar daar komt hij. Hij komt. Ik ben benieuwd of hij het ziet. Ja, hij ziet het denk ik. Nee, hij ziet het niet. Hij loopt er gewoon voorbij. Tinus, er ligt hier iets. Zoek het. Zoek. Kom, zoek. Hij kiest voor de vliegenspray. Jij gaat zo spijt hiervan krijgen, jongen. Hij haat vliegen en beesten. En hij leeft echt in zijn vliegenjurk. En dan krijgt hij die nu niet op. En dan moet hij in de spray. Ja, hij houdt ook niet zo heel erg van vliegenspray. En dan moet hij in die spray in de paddock. De 2 dingen die hij het eigenlijk het stomst vindt van al deze keuzes. Die moet hij nu gaan doen. Oké, volgens mij heeft hij... Oh nee, ik dacht dat hij het blaadje aan het opeten was. Maar hij staat hier aan de bakrand te likken. Wat is er met die bakrand aan de hand? Is dat lekker? Nou, dan ga ik de spullen pakken. En dan ga ik hem in de paddock zetten. Met vliegenspray. Dit wordt ook zo smerig van die vieze, natte, donkere, stinkende vliegenspray. En dan gaat hij rollen in het zand en bleh. Ik heb hem even in het gangpad gezet. Dit is de vliegenspray die ik gebruik en dat heet paardenparfum. Dit stinkt zo erg. Zo erg. En dit blijft ook, als je dit aan je handen krijgt, dan blijft het ook gewoon al douchen 10 keer. Dan blijft het gewoon echt nog 2 dagen zitten. Wat ik wel nog even ga doen is een vliegenkap op doen. En daar ga ik hem geen keuze in geven. Want die vliegen gaan allemaal rond zijn ogen zitten. En hij heeft vroeger al een keer ontstoken ogen gehad. Ook omdat het allemaal vies was. Ik wil niet dat die vieze vliegen op zijn ogen gaan poepen. Dus ik doe een vliegenmasker op. En dan kan hij daarna naar buiten. Nou, daar gaat hij hoor, jongens. Even lekker een beetje rollenbollen. Even rollenbollen. Hij is omgevallen. Oh jee. Oh, dat zand gaat nu allemaal aan die vieze natte vliegensprayvlekken. Oh, wat erg. Lekker hè? Zo hé. Ja, ik weet niet, Tinus. Dus, ja, het was jouw keuze. Maar
Ik weet niet of ik het nou zelf ook zo had uitgekozen. Gesproken, is hij niet zo paddockachtig en wil hij even rollen in het paddock en daarna wil hij gewoon liever in de wei. Ja, en hij heeft ook altijd zijn vliegenjurk aan, want hij heeft een hekel aan beesten. Dus we gaan even kijken hoe het gaat. En als hij het stom vindt, dan haal ik hem gewoon weer naar binnen. En dan mag hij sowieso nog vanmiddag nog naar buiten. Samen met Halloween, dat is heel erg gezellig. En dan gewoon in de wei met de vliegenjurk aan. Terwijl Parino buiten staat in de paddock, ga ik alvast de derde vraag klaarleggen. En in de wei staan, of in de paddock staan, zoals hij nu doet, is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik krijg het bak niet open. Maar er moet natuurlijk ook een beetje bewogen worden. Dus de volgende vraag gaat over de stapmolen. Hij mag hierna even in de stapmolen. En dat doen we sowieso elke dag. En soms doe ik het zelfs 2 keer per dag. Dat is goed voor hem, goed voor zijn oude benen. En ik ga natuurlijk ook wel eens gewoon zelf met hem wandelen. Nu is het de vraag voor de stapmolen. En er zijn 3 opties. Ik wil graag weten of hij linksom in de stapmolen wil. Of hij rechtsom in de stapmolen wil. Of dat hij allebei de kant op wil. Want dat kan namelijk ook. Ik kan de molen instellen op alleen linksom, alleen rechtsom. Of dat hij elke 10 minuten van kant wisselt. Alle opties staan hier op de blaadjes. Dus die ga ik hier netjes hier zo neerleggen. Beide linksom, rechtsom. Zullen we eens even kijken. Zo, niet te ver uit elkaar vandaan. Hoppakee. Dit is wel goed, denk ik. Zo, en dan natuurlijk weer snoepjes erbij. Zo. Nou, dan ga ik nu maar even koffie drinken of iets dergelijks. Of even in de tuin zitten. Ja. Oké. Ik had daar vorige week al een opmerking over. Iemand die vroeger ik op mijn nagels had. Dit. Cool, hè? Dit is helemaal met de hand geschilderd of gelakt. Hoe zeg je dat? Het is een hele mooie blauwe kleur. Beetje royal blue met vlammetjes. Terwijl Parino buiten staat in de paddock, kan ik misschien wel even iets anders laten zien. Jullie weten natuurlijk dat ik nu sinds kort in het huisje woon, in de oude paardenstal. Want we wonen eerst daar, mijn ouders wonen daar nog steeds. En ik woon nu ondertussen samen met mijn vriend hier in dit huisje. En ik heb ook al een rondleiding gegeven hoe alles eruit ziet. En wij hebben nu ook een heel klein tuintje van onszelf gemaakt. Ik heb hier op het hoekje het tuinhuis, of niet het tuinhuis, het vogelhuis staan. Deze heb ik vorig jaar echt super random gewonnen op een wedstrijd. En ik vond het leuk om hier neer te zetten, want als dan de gordijnen openstaan, die heb ik nu even dicht zitten voor de zon. Dan kan ik hier naar buiten kijken en dan kun je alle vogeltjes zien. En er komen echt super veel vogeltjes op af, echt met allemaal mooie kleurtjes. Dit is een authentieke Mexicaanse stoel. Die is ooit een keertje geïmporteerd door de tante van mijn vriend en die had er eentje over en die vroeg of hij hem wilde hebben. En dit is echt een super lekkere soort van hangmatstoel. Hij is echt mega fijn om op te zitten. En met deze plank met allemaal kruidenplantjes. Mijn paprika, daar hebben we heel veel paprika's van gehad en die is nu dood. Dus ik moet hier iets anders in zetten. Nou, barbecue. Het is maar een heel klein barbecue, maar we zijn ook maar met z'n tweeën. En er kan eigenlijk nog best wel veel op. En een picknicktafel. En daarvoor kan je ook de bankjes omhoog klappen. Dus dan neemt hij iets minder ruimte in beslag. Maar dit is echt super leuk. We eten hier best wel vaak aan. Ook als we barbecuen kunnen we hier lekker eten. Dus ja, we hebben nu ook een tuintje. Hoe leuk. Ik ga hier even lekker zitten. En dan kan ik ook over het hek af en toe een klein beetje Parino in de gaten houden. Die daar, even inzoomen, in de verte staat. En ik ben benieuwd hoe lang die het volhoudt en wanneer die zich gaat vervelen. Parino heeft even een half uurtje buiten gestaan in het paddock. En hij staat nu al dikke 5 minuten bij het hek te kwispelen naar de vliegen en eigenlijk niks te doen. Dus ik ga hem maar weer binnenhalen, denk ik. En dan gaan we gelijk kijken voor de volgende vraag voor de stapmolen. Kan hij nog eventjes lekker stappen. Maar we gaan eerst even de andere vragen doen. En dan mag hij eind van de middag weer lekker gewoon in de wei met Halloween samen. Dat kan tegenwoordig. Dat is echt super leuk, super gezellig. Ja, ik ga hem halen. Ik ga hem gelijk weer loslaten in de binnenbak. Dan kan hij gelijk kiezen voor de volgende vraag. Ja, daar gaat hij, 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 daar gaat hij. Hij eet de middelste en hij blaast het blaadje eraf. Hij heeft gekozen voor linksom in de paddock. Hij zit nu alle snoepjes op te eten. Oh, en daar gaat het blaadje weer, mijn hemel. Ik zei volgens mij linksom in de paddock, maar ik bedoel natuurlijk linksom in de stapmolen. Dat gaan we doen. Dan moet ik hem even anders instellen. Want hij staat normaal gesproken altijd op gewoon links en rechts. Dat hij afwisselt elke 10 minuten. Maar hij kan ook alleen linksom. Dus kijk, we gaan nu even linksom in de paddock lopen. Nee, in de stapmolen. Ik ben zo in de war. In de stapmolen. Ik neem hem nu mee naar de stapmolen. Kunnen we daar even lekker wandelen.
En wat ik tot nu toe van deze... Ja, wat is dit? Is dit een challenge? Wat ik er tot nu toe van vind, is dat het is heel leerzaam en eye-opening dat je nu iets anders doet dan wat normaal gesproken je vaste routine is. En wat je eigenlijk op de automatische piloot doet. Dus ik zou nooit zomaar een midden op de dag in de paddock zetten met alleen maar vliegenspray op. En ik zou hem nooit één kant van de stapmolen op laten gaan. En ik zou hem nooit... Dat zijn allemaal dingen die ik helemaal niet doe. En daar ga je dan wel over nadenken. Want ik zat net te kijken en ja, hij vindt het dan niet zo heel erg leuk dat er dan beesten zijn. Maar het viel me eigenlijk nog wel mee hoe hij was er eigenlijk nog best wel rustig onder. En dat is eigenlijk gek, want ik heb eigenlijk standaard gewoon een vliegenteken op. En ik dacht eerst van nou, misschien zijn er vandaag wel gewoon minder vliegen of zo. Maar hij is er rustiger onder dan dat ik had gedacht. En dat zet je wel een beetje aan het denken of zo. Van ja, wij denken altijd maar dat hij van alles en nog wat moet. En dat hij per se een vliegenteken op moet. En dat per se dit en dit moet. Maar als je dan kijkt, als je het net even buiten je comfortzone doet, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Ik moet even in de molen. Ik moet even de deur open doen. Goed? Doe ik hem aan. En dan gaat hij ook linksom. En meneer, gaat het goed? Gaat het goed? Gaat het goed? Gaat het goed? Ja, dit gaat goed. Oh, hij gaat even een drafje maken. Normaal gesproken, als hij allebei de kant op gaat, dan begint hij eigenlijk altijd eerst rechtsom. Dus al die paarden die staan altijd al klaar om rechtsom te gaan. Ja, we gaan nu natuurlijk linksom. Even kijken voor Perino, want Perino loopt altijd heel erg hard. En dan moet ik vaak de molen een beetje harder zetten, omdat hij anders alleen maar hier aan het hek geplakt zit. Maar nee, het valt wel mee. Oké, wil je heel even lekker wandelen? Kom ik je zo weer halen, goed? Er zijn nog twee vragen over. En de volgende vraag gaat over poetsen. Want ik dacht, het is misschien wel handig. Ik stel je ervoor dat hij kiest voor de paddock en de vliegenspray. En dat hij dan gaat rollen en dat hij dan vies wordt. Dan is het misschien wel handig om er heel even een borsteltje overheen te halen. Dus ik wil hem zo meteen even snel een beetje poetsen. Dat hij weer een klein beetje fris is. En er zijn twee soorten keuzes. Of ik ga hem helemaal poetsen met alleen maar verschillende soorten broskammen. Of ik ga hem poetsen met alleen maar verschillende soorten harde borstels. Wij zijn uit de stapmolen, of ja, Perino is uit de stapmolen. En ik wil hem gelijk laten kiezen waar hij door geborsteld wil worden. Want dat kan ik dan het beste maar gelijk eventjes doen. En dan ga ik hem nu losmaken. Losmaken. En go! Hier is het te doen, aan deze kant. Ja, 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 ja. Eet hij? Eet hij? Nee, hij laat het liggen. Waarom eet hij het niet? Waarom eet hij het niet? Ah, hij eet het! Hij heeft gekozen voor de harde borstels. Nou, dan moet ik eens eventjes kijken in mijn collectie, Tinus. Naar al mijn harde borstels, om jou mee te poetsen. Dit zijn alle harde borstels, hallo Tinus, die ik nu heb. Maar deze twee zijn hetzelfde, dus hier kan er eentje van weg. En dit zijn allemaal verschillende, denk ik. Ja, dit zijn ook twee verschillende, dus niet hetzelfde. Nou, dan kunnen we zeg maar. Dat zijn genoeg opties om jou lekker te poetsen. Ga je mee? Voor de laatste ronde alweer mag Perino kiezen wat hij wil eten. Het is etenstijd en alle andere paarden hebben al eten gehad. En Perino mag kiezen of hij muesli wil, of dat hij brokken wil, of dat hij slobber wil. Oeh, moet je kijken. Hier is het, maar hier is het te doen, hier bovenop. Oh, hij kiest voor de middelste, hij kiest voor de brokjes. Oh, ik had echt gedacht dat je voor de slobber zou kiezen, want daar houdt hij heel erg van. Hij kiest voor de brokjes. Oké, nou dat kan. Dan gaan we lekker brokjes eten. Gaan we lekker brokjes eten? Kom maar. Ja, dag, zegt hij. Ik wil lekker wat die snoepjes opeten. Scheppen met de oranje voerschep. Zo. En ik doe wel maar een halfje. Anders is het wel heel erg veel voor hem. En wij hebben echt power diesel brokken. Dus daar hoeft hij niet heel erg veel van te hebben. Tintje, kijk eens. Kijk eens. Ja, dit is natuurlijk echt een feest. Alsjeblieft zeg. Lekker, 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 lekker. Dit is echt een soort feestmaaltijd voor Perino. Want hij krijgt normaal gesproken
krijgt hij senior muesli. En daar kun je ook slobber van maken. Daarom ben ik even in de war met het woord slobber. En dat is dit hier zo in die middelste twee. Dit is wat hij normaal gesproken krijgt. En hij krijgt niet meer zo heel vaak gewone brok. Want dit is echt hardcore sportbrok. Dit is echt power diesel. En hij, ja, hij werkt natuurlijk niet meer. Dus hij krijgt eigenlijk dit met extra vitamintjes en verteelbaar en dat soort dingen. Niet meer zo vaak brokjes. Dus ik denk dat hij dit wel heel tof vindt dat hij nu ineens weer brokken krijgt. Terwijl Parino lekker staat te eten, ga ik een einde breien aan deze video. Volgens mij is het best wel lang geworden, denk ik. Ik ben er in elk geval echt al heel erg lang aan het filmen. Dat komt natuurlijk omdat ik tussendoor elke keer als er iets aan het doen is, moet ik daar natuurlijk op wachten. Ik vond het echt een heel leuk video om een keertje te maken. En ik heb al gelijk andere ideeën. Ik wil graag een keer een van de paarden mijn dingen laten bepalen. Dus alles wat ik doe, de kleren die ik aantrek en wat we dan gaan doen. En misschien is het ook wel heel erg leuk om jullie een keer te laten bepalen wat wij gaan doen. Dus dat jullie de keuze krijgen wat voor dekjes we op gaan doen. Of we gaan rijden of niet. En ja, eigenlijk gewoon alles. Dat lijkt me echt super leuk. Ik moet wel even nadenken hoe ik dat dan het handigst kan gaan doen. Als je nog meer suggesties hebt of nog meer wensen hebt, laat het dan hieronder achter bij de comments. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!